Dinsdagavond deelde Monique Smit een stralende foto op Instagram, waarbij ze geniet van het zonnetje. De zangeres, die onlangs een bijzondere ontmoeting had, uit haar ongenoegen over het sombere weer in Nederland. In haar post suggereert ze zelfs een mogelijke carrière switch vanwege haar verlangen naar beter weer. Bij de zonnige foto schrijft Monique: Het zonnetje op mijn bolletje, een truffelfrietje in mijn hand en een koplamp tussen mijn benen. Wat wil je nou nog meer? Grijze lucht, ik word zo moe van jou. Vervolgens komt ze met een gedurfd voorstel: als we nou eens met heel veel Nederlanders emigreren naar een warmer land met meer zon, dan kan ik daar ook gewoon mijn optredens blijven doen. Goed plan, anders was ik al lang weg geweest. Spanje, Portugal of nog verder en anders start ik daar gewoon mijn eigen friet van Piet. Ondanks haar weer verdriet bevindt Monique zich nog steeds op een roze wolk van puur geluk. Het afgelopen jaar verwelkomde de presentatrice en zangeres namelijk haar derde kindje na twee jongens werd dit keer beschuit met roze muisjes gegeten. De suggestie van Monique over een mogelijke emigratie naar een zonniger oord lijkt met een knipoog te zijn, maar de gedachte aan een carrière switch en haar eigen friet van Piet wekte nieuwsgierigheid van haar volgers. Onze verslaggever Liuke Dijkstra ging op onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in Monique's plannen en gemoedstoestand.